Ik zou graag nog uit huis willen voordat ik doodga. Dus dat, dat zie ik toch wel als een positief ding. Dat is moeilijk. Vooral in deze tijd. Ik wou het wel graag een beetje goedkoper hebben in de winkels. En wat ik dus heel naar vind, is die jonge kinderen met messen. Dat kan me echt bezwaren. Nou, op zijn minst aan de oorlog in Oekraïne. Om te beginnen al. Het asociale gedrag van de gemiddelde Nederlander zo langzamerhand. Mag ook wel een eind daar komen, vind ik. Dat stoort u een beetje. Ja, dat stoort mij zeker wel. Ja. Ja. Daar mag wat u betreft zo snel mogelijk een einde aan komen. Vandaag nog. Ja. Maar hoe doen we dat? Ja, dat is nou de grote vraag. Hè? Ik denk dat we toch weer terug moeten naar... niet al die werkende ouders met die kinderen, met die sleuteltjes. En dat ze eens gaan beginnen met opvoeden. Dus niet alleen het maken van die kinderen, maar ook het opvoeden van die kinderen. Mensen zijn agressief. Mensen, je kan niemand meer vertrouwen. Je wordt nergens meer veilig. En natuurlijk aan de oorlog. Dat komt op nummer 1. Dat zijn twee dingen. Aan alle aardbevingen in de wereld en aan de oorlog in Oekraïne. Maar het zijn dus twee dingen waarvan ik denk dat daar niet zo snel een einde aan zou komen. En dan moeten we alleen maar op hopen. Voor de hele wereld zou ik zeggen. De kift naar iets anders. Elkaar niet wat gunnen. Laten we het gewoon samen wat gaan doen zonder allemaal ikke. Vind ik een hele mooie. Daar mag wat u betreft een einde aan komen. Het egoïsme, ja. De haat onder elkaar. De haat onder de mensen. Ja. Ja. Dat mag wel eens minder worden, ja. Waar moet er volgens u een einde aan komen? Oh, dat is een mooie vraag. 50PLUS heeft zich altijd hard gemaakt voor pensioengebeuren. Nou is pensioengebeuren geen provinciale activiteit. En dus daarom hebben wij als 50PLUS daar ook nu geen aandacht voor. Maar omdat u mij zo expliciet vraagt, zeggen wij nog steeds van, straks komt in de Eerste Kamer de finale wet door van de pensioenhervorming. En we hopen nog steeds dat Nederland, de bevolking zich bewust wordt van de grote nadelen om ons goede pensioenstelsel zo drastisch te wijzigen. Dus nu even terug naar de beginvraag. Waar moet er volgens u een einde aan komen? Aan de nieuwe pensioenwetten. En u? Een onderdeel daarvan is dat de macht van de Nederlandse bank de pensioenfondsen veel te veel aan banden legt. Wat verwacht u van de Eerste Kamer ten aanzien van de nieuwe pensioenwet? Ik denk dat ze het aan gaan nemen. Mensen elkaar helpen. Je kan even, als je iemand tegenkomt, gedag zeggen. En daar wordt iedereen positief van. Dat lijkt allemaal heel gemakkelijk. Ja. Dat is ook gemakkelijk om iemand gedag te zeggen. Dus, ja, ik zou het toch allemaal wel een beetje minder ruw willen hebben. Het is alsmaar, mensen maken elkaar van alles. Dat vind ik heel naar. Daar mag wat u betreft een einde aan komen. Ja, daar moet zeker een einde aan komen. Van die taal die ze gebruiken, dat past me niet. Nee. Maar hoe repareren we dat? Ja, door beginnen door de kinderen van nu alvast wel eens een beetje op te voeden. Maar ja, die ouders kunnen dat waarschijnlijk niet, vrees ik. Dus ja, ik zou niet weten wie het dan moet doen. Blijven we dan opa's en oma's misschien nog een beetje. Blijven we dan een probleem houden? Ik denk het wel. Ik denk dat het alleen maar groter wordt. Maar, terug naar de vraag. Er mag wel een einde aankomen. Ja, dat mag ook wel. Maar dan toch nog even lastig zijn. Hoe gaan we dat doen? Ja, maar dat is niet aan mij om dat uit te zoeken. Daar hebben we toch al die deskundigen voor. Nou, dat is een hele goeie. Ik heb op de radio gehoord dat een aantal jonge timmerlui van de baas een huurwoning ter beschikking krijgt gesteld. Nou.
als ze daar bij die firma in dienst komen? Nou ja, als dat zo is, wil ik graag weten waar ik solliciteer, want dan kom ik toch nog ergens. Ja. Nou, waar moet er een eind aan komen? Aan de oorlog denken? Aan de oorlogen? De oorlog in de Oekraïne. Ja, onder andere, ja. Of alle oorlogen? Alle oorlogen, ja, zeker. Dat is het wat u betreft? Nou ja, absoluut. Voor nu wel, ja. Zijn er ja. misschien nog meer dingen waaraan u denkt? Hongersnood. Hongersnood. De hongersnood. Ja. Ja, ja, ja. Alle ellende eigenlijk. Maar ja, dat is niet zomaar in één dag op te lossen. Nee, daar zegt u wat. Ja, ja, ja. Voor de rest niet. Voor de rest ben ik overal tevreden mee.